Het is januari 2012. Het zijn de tentamenweken. En ik weet niet of je dat kent. Als je tentamens moet maken of als je iets moet doen, dat dan in één keer alles heel boeiend lijkt, behalve datgene wat je moet doen. Ken je dat? dat je in één keer op internet geweldige filmpjes en plaatjes en alles vindt. En nou, ik heb dan altijd, mijn vrienden wordt in één keer de meest boeiende persoon op de hele wereld. Dus ik had tentamenweek. En ik zit in mijn kamer van mijn huiskamer van mijn studentenhuis. En je weet wel, daar heb je van die stoffige banken met van die gaten erin. En elke student heeft daar dezelfde oplossing voor. Namelijk, kleed je eroverheen, zie je niks meer van. En dus ik zit op zo'n bank. Tegenover mijn beste vriendin, Sophia. En ik zit er eigenlijk best wel doorheen. Mijn motivatie voor mijn studie is echt nihil, merk ik. En ik heb gewoon geen zin om die tentamens te doen. Want als ik heel eerlijk ben, weet ik helemaal niet meer waarom ik studeer. Ik weet niet wat hierna komt. Echt niet. En wat ik dan altijd ga doen, is ik ben natuurlijk een beetje een stoere fan, zeg maar. Dus ik ga dan wel heel stoer lopen zeiken. Tentamens zijn stom en de buitenwereld is vervelend. Dus ik zit een beetje te zeuren tegen Sophia. En zeg, ja, waar doe ik het eigenlijk allemaal naar voor? Zes. Hé, dat is een goede vraag. Waar doe je het eigenlijk voor? En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik daadwerkelijk stilstond bij waarom ik eigenlijk überhaupt ervoor heb gekozen om te gaan studeren. Ik bedoel, ik heb de basisschool gedaan. En dan had ik wel prima cijfers. Nou, dan krijg je een VWO-advies. En dan doe je de middelbare school. En dan doe je het ook wel prima. En dan ga je naar de universiteit. Dat was de logische gang voor zaken. Alleen ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan van waarom ik dit eigenlijk doe. Dus toen vroeg ik me eigenlijk voor het eerst eens af, waarom studeer ik überhaupt? Nou, het simpele antwoord is, zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel hebben, is om een baan te krijgen hierna, zeg maar. Ik bedoel, de studie doen, dan krijg je een baan. Maar ik vond het een beetje een simpel antwoord. Dus toen vroeg ik me nog een keer af, waarom dan zo'n baan? En toen kwam het antwoord dat wel wat heel simpel was, wat ik eigenlijk niet had verwacht. Maar het antwoord was omdat ik gelukkig wil zijn. Ik wil een gelukkig leven leiden. Stel dat alles wat ik nu wil, dat allemaal lukt en ik ben niet gelukkig in de toekomst, dan zou ik dat echt niet verkiezen boven dat alles wat ik nu wil mislukt, maar dat ik dan alsnog heel erg gelukkig ermee ben. Dus ik wil een gelukkig leven. Maar als ik kijk naar mijn studieperiode, was ik dan gelukkig? Nee. Ik was eigenlijk heel eenzaam en heel erg onzeker over mijn toekomst. Want ja, weet je, ik studeerde dan psychologie. En iedereen zei dat daar geen banen te vinden was. Dus hoe ga je dan ooit iets maken van je leven als je dat gaat doen? Maar ik besloot me daar eigenlijk niet op te concentreren op dat moment. Ik wilde gewoon dingen gaan doen waar ik gelukkig van kan worden. Want geluk hoeft helemaal niet later, dat kan ook nu. Dus ik ben dingen gaan doen die me gelukkig maken. Zo kwam ik bij toeval terecht bij een workshop. Het heette Succes de Eigen Creatie van David de Kok. En ik zag daar bij die workshop in één keer zo'n spreker staan, een hele grote, bekende spreker. Zo. En die stond daar te vertellen over hoe je eigen succes en je eigen geluk kan creëren. Die stond daar zo voor zo'n publiek en iedereen te inspireren. En ik dacht, wauw, dat is vet. Dat zou ik zo graag willen, voor zo'n publiek staan, maar met lichtjes. En dan spreken in zo'n microfoon, dat klinkt echt zo cool, dat zou ik echt ooit wel een keertje willen. Dat lijkt me heel tof. Wat namelijk het ding is, wat ik om me heen zag, is dat heel veel meer studenten, net als ik, zaten te struggelen met onzekerheid, eenzaamheid en niet weten wat je wil doen na je studie. Dus als ik dit kan oplossen voor mezelf, en ik word zo'n spreker net als hij, dan kan ik heel veel meer jonge mensen inspireren om dit te gaan doen. En toen dacht ik in één keer, wacht even, dat is wel heel groot in één keer. Ik bedoel, je zit daar gewoon op zo'n stoel te luisteren naar zo'n spreker en in één keer ontvouwt je hele stiekeme droom zich voor je. Dat is wel heel groot. Hoe ga ik dat nou ooit bereiken? Ja, hoe doe je dat? En toen zag ik één ding. Hij weet het. Die gast, hij heeft het bereikt. Dus hij weet het. Dus ik kan het hem vragen.
En als ik toch bezig ben, kan ik net zo goed vragen of ik samen met hem kan werken. Dus ik zat daar een beetje, net zoals jij daar zit. En dus ik zat daar zo en ga je sollicitatiegesprek ga je voorbereiden. Hè? Dus, goeiedag, meneer de Kok. Ik ben Kai Vermaas en ik studeer psychologie. En ja, misschien kan ik dit voor u betekenen. En dan zou u dat voor mij kunnen betekenen. Een beetje win-win, hè? Nou, ik had mijn verhaal. En ken je dat wanneer je nog aan het dromen bent en het fantaseren, dat het dan allemaal, oh leuk, en dan kan alles nog. Maar het moment dat je dan opstaat om het te doen, zenuwen, klamme handjes, knikkende knieën, zeg maar. Dat is echt heel gek, dat het moment dat het concreet wordt, dat je het echt gaat doen, dan wordt het denk ik zenuwachtig. Dus ik sta op en denk, ja, nu kan ik niet meer terug. Anders ziet het een beetje raar uit als ik opsta en dan weer ga zitten. Dus dan moet ik wel. Dus ik loop op hem af en elke stap wordt zwaarder en lood in de schoenen. En op een gegeven moment sta ik voor hem. Ik dacht, nou ga ik mijn verhaal brengen. En ik zeg tegen hem, gast, ik wil je baan. Ja, dat is hoe je solliciteert, mensen. Dat is, ik dacht echt, oh, nu ben ik echt af. Dit is gewoon klaar. Maar tot mijn grote verbazing zei David, mooi, gaan we doen. Volgend weekend geef ik een seminar en jij bent daar coach. En mijn antwoord was iets als, wat? Maar goed, hij had het in één keer gezegd en dat was het begin van mijn reis. Hij heeft mijn boek nog getekend met goeroe in opleiding. Ik zie je nog wel een keertje terug, dat is heel cool. En dat was het begin. Nu 4 jaar later heb ik samen met David en Arjan Vergeer heb ik een hele mooie organisatie opgestart waarmee we als missie hebben om in 2020 Nederland het gelukkigste land ter wereld te maken. Dus graag gedaan. En daarnaast heb ik ook een eigen organisatie opgebouwd dat jonge mensen inspireert om voor geluk te gaan, et cetera. En ik doe nu wat ik wil. Wat ik altijd al briljant vind. Ik spreek wekelijks voor groepen. En dat is heel. Als ik daarop terugkijk, vind ik het nog steeds raar. Dat ik denk dat ik met zo'n blunder zoveel heb kunnen bereiken. Maar toen snapte ik iets. En dat is iets wat ik heel graag met je wil delen. Dus namelijk, volgens mij heeft iedereen wel zo'n stiekem een droom. Jij ook. Jij hebt ook wel iets wat je zegt van wauw, dat lijkt me echt heel gaaf. Alleen wat we dan gaan doen als we ontdekken wat we heel graag willen, is dan gaan we plannen. En zoals je weet in je hele leven, is plannen niet echt heel erg, dat werkt niet. Plannen is namelijk iets bedenken wat in een rechte lijn van hier naar daar moet. En het leven is kromme dingen en gekke bochten, dus dat werkt niet zo. Dus wat is nou het ding? Je hebt te durven ontzettend klein te denken. Daar is ontzettend veel lef voor nodig. Voor groot dromen is niet zoveel lef nodig, dat kunnen we allemaal wel, dat doen we allemaal van ooit leuk. Maar om het heel klein te maken, datgene wat jij nu kan doen, de allereerste kleine stap richting jouw droom, daar is ballen voor nodig. Want namelijk als je dat bedenkt, dan kan je niet meer terug. Dan begint dat, dan komen die zenuwen, dan komt dat hele gevoel in je lichaam dat je gaat protesteren, dat je denkt, ah, doe toch maar niet. En zo, dat komt dan pas als je die lef hebt om daadwerkelijk die allereerste stap te maken. En dat is heel gaaf. Want namelijk, we zijn allemaal een beetje bezig met heel veel denken over wat we willen doen met onze toekomst. Je denkt vast wel eens na over wat ga ik doen hierna met mijn leven. Maar je bereikt veel meer door te doen dan door te denken. Al doe je maar de helft goed. Dus ik wil je graag aansporen vandaag om als je je grote droom pakt en als je hier straks naar huis gaat, denk na over je grote droom. En ga dan bedenken wat de minimale kleine stap is die je nu al kan zetten. En ga die dan ook doen. En doe die dan weer en weer en weer. Het is steeds een heel klein stapje. En uiteindelijk, na heel veel kleine stapjes, zijn uiteindelijk een hele grote reuzensprong. En het mooie is, ik sta nu hier. Mijn droom. Zeg maar, mijn droom met voor een publiek staan, met lichtjes. Ze zijn er. En dat is echt zo'n mijlpaal voor mij, dit moment. Maar dat was niet zo geweest als ik niet stamelend voor David had gestaan met gast, ik wil je baan. En dat werkt op een hele mooie manier en dat wil ik graag met je delen. En dit is het laatste testje om te kijken of je goed hebt opgelet, want je gaat waarschijnlijk weer naar huis met allemaal planningen, et cetera. Dus ik wil je het volgende laten zien. Dit is een puzzeltje, hou ik van, leuk.
Doelstelling is als volgt. Trek een lijn van A naar A. Daarna trek je een lijn van B naar B. En tot slot trek je een lijn van C naar C. Je mag niet buiten de hokjes om. Je mag niet door vierkantjes heen. Je mag niet één lijn allemaal verbinden. Je mag niet door andere kruisen heen. Kortom, je mag niet vals spelen. Dus trek een lijn van A naar A. Daarna trek je een lijn van B naar B. En daarna trek je een lijn van C naar C. Ja, voor mij is dit nu heel leuk, want ik zie heel veel mensen zo gaan. ik zal hem laten zien. Eerst trek je een lijn van A naar A. Daarna trek je een lijn van B naar B. En pas als je dat doet, zie je de ruimte ontstaan om van C naar C te gaan. Leuk, hè? En deze wil ik echt, plant deze goed in je hoofd. Want dit is hoe het leven gaat. Wij zijn altijd aan het plannen voor A, A, B, B en C, C. En dat is waarom je niet gelijk de oplossing zag. Omdat je heel erg druk bezig was met alles te verbinden in je hoofd. Terwijl je ziet het pas, en dat geldt ook voor je leven, als je eerst je eerste stap zet, daarna je tweede stap, en dan ontvouwt de derde stap zich vanzelf wel. Heel veel succes.